Welkom bij de 4.5 Hormonen Biocast. En als je hormonen en het zenuwstelsel vergelijkt, dan krijg je zoiets als dit. De auto die snel reageert en niet zo lang werkt en het schip wat langzamer gaat, maar wat wel een hele tijd werkt. Dan is de auto je zenuwstelsel en het hormoonstelsel is het schip. Hier zie je een plaatje van een hormoonklier. Je ziet daar de bloedvaatjes doorheen lopen. De verschillende cellen die hormonen gaan maken. En daarboven zie je een zenuwcel. Er komt een impuls aan bij een zenuwcel. Het kan ook dat die geactiveerd wordt door een ander hormoon. Maar in dit geval is het een impuls die de hormoonklier activeert. De cellen die in die hormoonklier zitten gaan een hormoon maken, de X's. En die worden afgegeven aan het bloed. En het bloed neemt die hormonen mee en vervoert ze naar de plek waar ze hun werk gaan doen. Je hebt een heel aantal van die hormoonklieren. De belangrijkste is wel de hypofyse. De hypofyse maakt een hormoon wat de schildklier activeert. En dat zorgt ervoor dat die schildklier op zijn beurt ook weer een hormoon gaat maken. En dat is het hormoon wat de verbranding in je cellen regelt. Een ander hormoon wat in de hypofyse gemaakt wordt, dat is het groeihormoon. Ten derde is er nog een hormoon wat ervoor zorgt dat de eierstokken en de zaadballen geactiveerd worden. FSH en LH. We hebben nog een hormoonklier, daarin de alvleesklier, en die maakt insuline en glucagon. En dat zorgt ervoor dat je bloedsuikergehalte op peil blijft. En als dat niet goed werkt, als die alvleesklier niet goed werkt, heb je diabetes, suikerziekte dus. De bijnieren zijn nog twee belangrijke hormoonklieren. En die maken adrenaline. En dat zorgt dat je extra snel kunt reageren en extra veel kracht hebt. Nou, we zeiden het al, de eierstokken die worden ook geactiveerd door het hormoon uit de hypofyse. En het hormoon wat de eierstokken gaan maken, oestrogeen, zorgt ervoor dat de secundaire geslachtskenmerken ontstaan en dat er een eicel gaat rijpen bij een meisje. De zaadcel, of de zaadballen, die reageren ook op dat hormoon uit de hypofyse. En die zorgen ervoor dat die zaadballen zaadcellen gaan maken. En dat ook weer de secundaire geslachtskenmerken ontstaan. Dat was wat je moet weten over de hormoonklieren. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.